Goedemiddag, ik ben Ries de Jong, voorzitter van SS Soest. En mijn naam is Peter Beijer. Onder de kerstboom, met bubbels en oliebollen binnen handbereik, is het goed om terug te kijken op een bijzonder jaar. 2020 gaat de geschiedenis in als het coronajaar. Het was niet alleen de ziekte die weerslag gaf op iedereen, het waren vooral de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van de ziekte. Maatregelen die het dagelijkse leven lam legden. Wat gebruikelijk en vanzelfsprekend was, was in 2020 niet meer mogelijk. Ook bij SS Soest merkten wij dat. Op 8 maart van dit jaar werden de laatste wedstrijden gespeeld. Opeens was de competitie voorbij. Een dikke streep werd er getrokken onder alle activiteiten. De velden bleven leeg in een periode dat onze club haar hoogtepunten beleef. Het vroegtijdig stoppen van de competitie betekende ook een vervroegd afscheid van onze hoofdtrainer René van der Kooi. Een uitstekende trainer die helaas maar 7 maanden bij ons werkzaam is geweest. Leo? Ja, Leo Rauchi vanaf een schijnbaar heel winderig sportpark Bosstraat Oost. Leo? Ik ben in deze roerige tijden heel erg trots op al mijn trainers, selectietrainers en breedtetrainers. Maar vooral trots op de spelers, die op een goede manier zijn blijven voetballen. Complimenten daarvoor. De zomer werd bijzonder. Vol goede moed gingen we deze periode in. Ries, even wachten. We schakelen even over naar Sanne van den Berg vanaf de Bosstraat. We hebben dit jaar een mooie start gemaakt met wandelvoetbal. Helaas hebben we dat ook weer moeten stoppen. Maar in het nieuwe jaar gaan we daar gewoon weer mee beginnen. We waren ervan overtuigd dat we het nieuwe seizoen weer mochten opstarten met een nieuw kunstgrasveld. Een gerenoveerd veld 1 en een vers ingezaaid veld 5. Frank Bruiners die aan de slag gaat met een jonge, frisse selectie. En de HJO's die de jeugd opnieuw de juiste spirit geven. Momentje Ries, ik heb nu onze minister van Financiën aan de telefoon. Paul Hillhorst. Natuurlijk missen we in deze tijd een hoop gezelligheid en omzet. Maar ik weet zeker dat we ons met z'n allen ook financieel doorheen slaan. Het werd een zomer vol met rouw. Nadat in het voorjaar onze goede vrienden Paul Martens en Arnold Hillhorst door ziekte van ons werden weggenomen, kwam Mr. SS Soest Paul Smit door een fataal ongeluk bij onze club om het leven. Wij hebben op ons hoofdveld uitgebreid en met veel personen afscheid genomen van een unieke clubheld. Ja, Ian Verwoerd wil wat zeggen. Momentje. We hebben een mooi complex waar we helaas dit jaar weinig gebruik van hebben kunnen maken. Ik hoop dat we elkaar volgend jaar weer in goede gezondheid kunnen treffen op en rond de velden. Na de reclame zijn we bij u terug. Dank aan alle sponsors van SS Soest. Momentje Ries, Peter van Loon even. Ja, kom er maar in Peter. Komend jaar gaan we voor het kampioenschap met een fitte selectie. Verder binnenlands nieuws. Alleen de jongere jeugd mocht voetballen. En dan alleen onderling. Totdat de tweede coronagolf over Nederland trok en wederom een streep door alle activiteiten gezet werd. Ja, lekker dat het nog kan tenminste, zo onderlinge partijtjes voetballen. Trainingen worden met veel plezier beleefd, de opkomst is hoog. Prima ontwikkelingen. Oh, wacht even Ries, ik heb hier Michiel Heijmans. En die wil nog even wat zeggen. Michiel? We hebben een hoop stappen gezet afgelopen jaar met het dames- en meisjesvoetbal. Helaas wilden we nog wat meer gaan doen. Maar dat gaan we het komend seizoen verder uitwerken. Schiet! Doorgaan! Toch zijn er lichtpuntjes. Een Sinterklaasfeest voor alle jongste jeugd werd binnen de richtlijnen strak georganiseerd en zorgde voor veel plezier. Het tekent de organisatiekracht van onze activiteitencommissie en jeugdcommissie. In het nieuwe jaar, als onze vereniging 95 jaar bestaat, hopen wij dat wij u allemaal weer mogen ontmoeten. Dat onze club weer op alle fronten de deuren open doet. Een gezellig clubhuis, reuring binnen en buiten de lijnen. Ja, dat zeg ik. Juichen om goals en overwinningen, treuren om nederlagen. Het verenigingsleven beleven zoals we het de afgelopen 93 jaar hebben gedaan. Het weerbericht voor 2021. Wij verwachten veel zonneschijn, veel opklaringen. Tot groot. Groot.